alle gezichtsuitdrukken, ze zijn echt, weet je. Stel je net de verkeerde vraag, gaat die gesloten zitten? Ja, oeh, ik heb het verkeerd gedaan, weet je. Hoe ga ik dit oplossen? Studenten van verschillende opleidingen leren in hun onderwijs al gebruik te maken van technologie. In het GetLab koppelen we dit aan serious gaming, data, VR en de Dialogue Trainer is er daar eentje van. Dialogue Trainer gebruiken we bij gesprekstechnieken. Bijvoorbeeld is een probleemverhelderend gesprek of een slecht nieuwsgesprek. En daar kijken we naar hoe studenten het beste zo'n gesprek kunnen voeren en gaan daar dan ook onderling met elkaar over in gesprek. Het kunnen oefenen van gesprekken werd vaak gedaan met trainingsacteurs. Dat is een hele goede, maar ook dure oplossing. We zagen eigenlijk dat er een behoefte was aan een tool die heel schaalbaar is. Zodat je kunt oefenen waar en wanneer je wil. En dat dan ook toch in een veilige omgeving. Studenten kunnen gewoon thuis, op school, tijdens de les gesprekken oefenen die ze gaan helpen in de praktijk. Ik vind het heel moeilijk om in de boeken te duiken. En wat Dialogue Trainer heel goed doet, die heeft een mooie mix van praktijk en theorie. Zeg maar, als je wil kan je eerst een stukje theorie gaan lezen. Dus hoe ga je het deze week aanpakken? En daarna kun je het meteen in de praktijk, kun je het gewoon meteen uitoefenen. Dat vind ik juist heel fijn. En daarna kan ik achteraf ook nog een keer de theorie lezen om te kijken of ik het allemaal goed heb toegepast. Het is heel erg goed gesimuleerd zo dat de cliënt ook echt boos kan worden, zeg maar. Dus als je verkeerd antwoord geeft, dan kan je ook een verkeerde reactie terugverwachten. En ook onverwachte reacties. Dat is tijdens een echt gesprek ook. Je weet nooit wat de ander gaat zeggen. Dus op deze manier kan je dat zo ervaren. In de Dialogue Trainer platform wordt alles gemeten. Zodat je als speler echt persoonlijke feedback krijgt en precies ziet waar je jezelf kunt verbeteren. Een docent krijgt zo ook inzicht in de leerbehoeftes van de student. En kan zo heel gericht vervolgbegeleiding en coaching gaan inzetten. Ik gebruik Dialogue Trainer klassikaal om ook met studenten te kijken naar de antwoordmogelijkheden die ze hebben. Zodat ze ook herkennen wat open vragen zijn, wat reflecties zijn, op welke manier ze door kunnen vragen bijvoorbeeld. Want dat vinden ze vaak nog best ingewikkeld. En dan kunnen ze dat aan de hand van voorbeelden doen die Dialogue Trainer geeft. De simulatiegesprekken worden in co-creatie ontwikkeld, onder andere met Avans Hogeschool. Het mooie is dat onze simulaties ook in de praktijk worden gebruikt door bedrijfsleven, overheidsorganisaties en zorginstellingen. Deze expertkennis die wordt zo ook beschikbaar gesteld voor onderwijs. De Dialogue Trainer is waardevol voor het GetLab, omdat studenten nu al kunnen ervaren wat ze in de toekomst gaan zien in het werkveld. Studenten hebben de mogelijkheid om mee te ontwikkelen aan deze serious gaming. En dat zijn doelstellingen van het GetLab.